Goeiedag. We hebben het de afgelopen dagen veel over wolken, over sneeuw die er valt en weinig over de zon. Maar gelukkig, die is toch wel hier en daar ook te zien. Deze foto die werd vandaag gemaakt op Texel. Zien we duidelijk de blauwe lucht en in de verte ook wat wolkenvelden. Daar scheen dus even het zonnetje. Ja, en elders toch over het algemeen wel veel bewolking. Hier en daar nog wat sneeuwresten. Afgelopen nacht viel het reuze mee met de sneeuw die bleef liggen. Er viel wel natte sneeuw, maar de grond was gewoon te warm. En dat betekent dat er maar heel weinig sneeuw is. En de sneeuw in het zuiden, ja, die is dus geleidelijk aan het verdwijnen. Omdat de temperaturen ruim boven het vriespunt liggen. Dit was rond 1:30 vanmiddag en dan zien we temperaturen van zo'n 2 tot 4 graden in vrijwel heel het land. Vanuit het zuidwesten komt ook weer regen opzetten en die neerslag die breidt zich de komende uren steeds verder uit over het land, geleidelijk aan richting het noordoosten. En later vanavond, maar ik denk eigenlijk pas vannacht, dan valt er misschien in het noorden wat natte sneeuw. Dat is niet helemaal uitgesloten. Elders blijft de temperatuur toch echt wel te hoog. Ik kan u dat ook mooi laten zien met de animatie. Nederland ligt hier onder de bewolking op donderdagochtend. En dan zien we die storing ten zuiden van het land en ook ten westen van het land. En het lage drukgebied helemaal aan het zijkant van de weerkaart, dat komt onze kant op. En dan wordt die lucht in de nacht weer wat kouder. En in het noorden, daar zien we het al even gebeuren, kan er dan af en toe wat natte sneeuw gaan vallen. Meest interessante situatie is morgen in de loop van de middag. Het lage drukgebied, dat ligt dan boven Duitsland. En wij hebben dan te maken met een meer noordoostelijke stroming in het noorden van het land. En dan wordt er toch nog eventjes wat koude lucht aangezogen als het ware, waarin nog steeds neerslag voorkomt. En dan kan er morgen later in de middag toch echt wel wat sneeuw gaan vallen, met name in het noorden en oosten van het land. Het is nog een beetje onzeker allemaal in hoeverre dat ook de Randstad gaat bereiken. Ik zal de animatie nog even aanzetten en dan zien we dat die roze-paarse kleuren, kijk, daar gaan ze, die worden dan toch even wat intenser. Daarachter opklaringen en temperaturen onder nul. Dus als er in het noordoosten morgen aan het eind van de middag sneeuw gaat vallen en in het oosten van het land, dan zal die sneeuw niet 1, 2, 3 gaan verdwijnen. Want in de avond komt de temperatuur onder het vriespunt en 's nachts blijft het dan ook koud. Nou, wat we ook zagen gebeuren, dat is inmiddels al doorgeschoven, maar zaterdag, dit hoge drukgebied, dat ligt dan eventjes in onze omgeving, boven Frankrijk en de Benelux, zorgt voor wat rustiger weer. Maar inmiddels zondag vanuit het westen alweer een volgende storing, dan wel met zachtere lucht. En dan ga ik ervan uit dat het alleen om regen gaat. Nog zo'n mooi kaartje om te laten zien dat er grote verschillen zijn in het land. Dit is voor de komende nacht. En dat betekent dat we dan temperaturen in het noorden zien rond het vriespunt. Daar kan die neerslag dus overgaan in natte sneeuw. In het midden iets boven nul. En helemaal in het zuiden gaan we gewoon naar temperaturen van zo'n 8 à 9 graden. Mijn collega Alfred Snoek die heeft daar ooit eens een video over opgenomen. En die video die kunt u wel bij ons terugvinden op Weerplaza. Of eventjes hierboven op het i'tje klikken. En dan ziet u hoe grote verschillen in het land mogelijk zijn. Dat is dus ook weer in de nacht van donderdag op vrijdag mogelijk die temperatuurverschillen. Verder met de weerkaart voor vanmiddag. Dan zijn er wolkenvelden en dan valt er van tijd tot tijd regen. Die komt vanuit het zuidwesten dus opzetten. En dan kan er misschien een vlokje natte sneeuw vallen, maar dat stelt nog niet veel voor. In het noorden hebben we dan nog even de zon erbij. En vanavond gaat het dan overal regenen. En vannacht dan krijgen we weer een waarschuwing voor gladheid als gevolg van sneeuw die met name in het noorden kan vallen. En hier hebben we ook heel duidelijk die temperatuurverschillen. Rond het vriespunt in het noorden, in het zuiden zitten we al op zo'n 5 à 6 graden. En dan kijken we ook even naar vrijdagmiddag, want dan krijgen we waarschijnlijk nog met de meeste sneeuw te maken die vanuit het noordoosten of vanuit het noordwesten gaat indraaien en met name in het noorden en in het oosten voor sneeuw gaat zorgen. En daar kan het dan echt wel eventjes gaan accumuleren. Daar houden we in ieder geval wel rekening mee. En dan komen in de avond direct die opklaringen en koelt het sterk af. En hoe ziet het er dan daarna uit? Nou, zaterdag misschien in het noorden nog een enkel winters buitje. Overwegend toch wel droog weer, hoor, met wat ruimte voor de zon. 6 graden worden het de dagen erna. Duidelijk hogere temperaturen. Maar zeker begin volgende week is het nog wel erg wisselvallig. Nog een fijne dag.